Ziet alles er goed uit? Oké, dat is een interessante intro. Wat hoor je? Temple of Time. Eigenlijk best wel passend. Ja, waarom niet? Oh. Spirit Temple muziek, oké. Ah, oh, Spirit Temple muziek. Hoe gaan we onszelf noemen? Nou, jij zegt het al, hoe? Nee, ik weet het, ik weet het. Na mijn karakter van Dead No Road in Canada. Meet Lonk! Lonk, ja! Niet Lajenk? Nee, Lonk! Lonk! Is dat Lonk? Voor de mensen die het willen weten, Dead Road to Canada, daarin heb ik, hoe heet dat, ben ik een karakter tegengekomen. Daar hebben ze dan zeg maar special karakters en zijn dus allemaal gebaseerd op. Maar ze hebben dus altijd net een andere naam. Dus ja, in plaats van dat hij dus Link heet, heet hij Lonk. En in plaats van de Master Sword, de Mister Sword. En we beginnen gelijk met de vuurmedaille. Oké, ik zal hem gelijk even aantikken. Zo. Oh, oké. Okay. En we zijn een wandelende stuk stront. Yay! Yay voor stront. Oh, dat ziet er niet uit. Wauw, dat stelletje op. Oh, dat ziet er niet uit. Tuurlijk wel. Dit is de nieuwste mode. De nieuwste mode is Key Forest. Ik ben de enige die het draagt. Ik vond het zo mooi dat stelletje. Oh! Maar wat was na die geluidje? Nou, ik hoor hier Epona's song. Daar heb ik eigenlijk nog niet eens op kunnen quoten, omdat ik nog te druk bezig was met het lachen. Naar Mimé's een wow! Wandelende Eevee? Nee, Eevee heeft een mooie kleur bruin. Dit is geen mooie kleur bruin. Nee. Eevee is mijn donker bruin. Dit is de race variant bijna. Sowieso, het punt van bruin is, bruin dat heeft zoveel verschillende tinten. Omdat bruin eigenlijk een combinatie is van alle kleuren door elkaar. Tenminste, nou, als het gaat om verfkleuren. We hebben in ieder geval nog geen bruikbare items. Vonden we hier de vorige keer ook niet? En een sleutel voor de training ground en voor de Fire Temple? Volgens mij niet, volgens mij hadden we wat een andere... Ik dacht dat we hier wel een sleutel voor de training grounds vonden. We moeten wel op het einde van deze livestream eventjes heel goed duidelijk zeggen wat we allemaal gedaan hebben. Want anders bij de volgende livestream na het weekend evenement ben ik weer alles vergeten. Ja. We gaan het opschrijven ergens. Als ik nu even een beetje rond te kijken hier. Misschien moet ik hier wat hey gaan maken. In andere woorden, even wat gaan opruimen. Oh? Ik heb nu wel voedsel en dergelijke gehaald voor morgen. Maar het is hier nog een puinhoop. Nee, ik heb nu nog wel even de tijd dat ik nog even kan stofzuigen. Dus ik denk dat ik heel even uit de kast stap. Kom je dan dadelijk nog terug? Waarschijnlijk wel. Oké, okay, dan is goed. Oké. Okay. Succes met stofzuigen. Maar ik zal in ieder geval mee chatten in... En dan kun je het geluid op horen. Dat is inderdaad ook zo. Dus waarschijnlijk tot zo. Tot zo. Altijd leuk als iemand anders moet gaan stofzuigen. Oh. Navi heeft eigenlijk ook best wel een interessante kleur. Ik heb de 5 rubies nog niet gekregen voor jou, Navi. Geef me de 5 rubies. Ik wil 5 rubies. Ja. Navi is een beetje paarsachtig. Navi is cheap. Ik heb de 5 rubies volgens mij nog niet gehad. Ik heb 2 keer 1 rubie gehad. Cheap skate. Oh, dat geluid. Oké, okay, als Navi wil praten, dan hoor je gerinkeld glas. Oh, wauw. Oké. Okay. Navi is zelf een beetje blauw met een paarse gloed eromheen. Ja. Lijkt het een beetje op Tail van Majora's Mask. Gewoon Majora's Mask. Ik weet niet waarom ik in één keer begin te praten met een Britisch accent. Britisch-Nederlands of kaksaccent. Omdat het altijd gewoon mag. Het kan altijd. Raar geluid. Wat is een raar geluid?
Waar zei dat rinkelende glas? Dat geluid van Navi, denk ik. Hoop ik. Of heb ik weer naar geluid? Of werkt Skype misschien? Oh, Navi. Oh, Navi. Oké. Okay. Ja, maar Navi is altijd al raar geweest. Je schrikt je eigen nou gewoon kapot. Navi is nu een jumpscare. Laten we eens even kijken wat Ocarina is. Dat moment when Ocarina of Time een horror game wordt. WC papier! Echt serieus, we hebben niks! Nee. Gaat goed. Helemaal niks. Nee, we kunnen niet van naar de wc met die kleur van ons. Ja, dat zeker is inderdaad. Ik wil eerst eventjes een schild. Ik moet op zijn minst 50 roepjes hebben, zodat ik een schild kan kopen en zeg maar één Deku stick, zodat ik even kus naar die kistjes kan kijken in de Great Deku Tree. In de Great! De Great! Ah, oké, okay, dankjewel Mumee. Dankjewel voor de feedback. Much appreciated. Eigenlijk moet ik ook nog stofzuigen, maar dat doe ik wel na het weekend. Ja, je bent het weekend toch niet thuis, joh. Dus dacht ik er ook over. Dat doe ik waarschijnlijk na het weekend. En daar het weekend ook weer na. En daar, na dat. En daarna, ja. Zoiets? Gewoon niet. Is toch goed? Is gewoon goed, toch? Ja hoor, zoiets. Ik maak nooit troep, maar nadat je het aanbiedt. Ja, nou oké, we weten wat we moeten doen dit weekend. Oké, aan jouw feestketen zien hoe ik even ga ik toch deze muziek luisteren. Oh. Weten we in ieder geval zeker dat we leuke muziek hebben als we iets willen kopen. Ja, dat is inderdaad een leuk muziekje. Is dat de Horse minigame? Racing minigame. Ja. Want daar heb je ook als je pijl en boog wil schieten in de Gerudo. Ja. Oh je farm groupies. La 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 la. La? De la. It's the law. Hallo. Hey. Your worship, de la. De la. Als ik ergens heel erg blij mee ben met de update, is het gewoon van tot echt ik geen vrees meer heb voor die pauzeknop. Maar voor de volgende livestream, de subspace van de Smash van Wii, lijkt me echt heel erg leuk inderdaad om te doen. En dat van de melee, de adventure modus. Nou, ik ben wel benieuwd om te zien. Altijd vrolijk als je dus bij vijanden in de buurt bent. Oké. Okay. Saria Song. Leuk. Echt, je zou de redder maar zo alleen gaan spelen vanwege de muziekveranderingen. Gewoon origineel, niks randomize, alleen maar de muziek. Ja. Oké, en de Deku Tree die heeft het geluidje van de minigame gebeuren. En dat is weer een piece of art. Jongens, items? Bommen? Iets? Elke keer alsof dat je een pot naar zo'n vijand gooit. Navi, je bent eng! La 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 la
Ja, ik ben heel benieuwd. Tot nu toe, In de koude richting. Ja. Ik ben ook trouwens een beetje dat ik, hoera. Ik heb een beetje research gedaan. En ik weet dus wat voor dingen dat we wel kunnen doen. Dus dat er wel een bepaald ding is wat ons zou kunnen softlokken. Maar die wordt wel in de logica meegenomen. Dus als we op een punt komen waar we niks meer kunnen doen, dan is er nog wel een ding wat als in de logica mee wordt genomen van de randomizer. Dus dat is het hookshot gebied. Oké. Okay. Maar dan moet je de hookshot dus wel hebben. Nee, daar heb je de hookshot niet voor nodig. Dat is gewoon bij Dampé. Ah, oké. Okay. Alleen wil ik dan wel inderdaad afspreken tot, hoe heet dat? Het echt als last resort middel wordt gebruikt. Kijk eens even de andere kant op, wil je? Dank je. Ja, maak hier de troep. Ik vind het nog steeds grappig. Ik ben niet helemaal niet van plan om bij Erik troep te gaan maken, maar hij vraagt er nou om. Ja, nou ja. Als ja. Hij dat heel graag wil. Ja. Als wie dat is dan wat hij wenst. Even kijken, dan moeten we gewoon nog even wat boodschappen doen dan. Wanneer ik dat doe. Nou, ik heb al 3 zakken marshmallows en genoeg sticks. Dus daar... Oh jeetje. Wat is nog meer lekker boven het vuur? Je ergste vijand? Ja, maar die is niet te koop bij de winkel. Oh, dan zit ik op te denken van... Dan zit ik met een ander dilemma. Ja, we hebben weer een sleutel. Dan zit ik met een ander dilemma. Golden Skulltula of Kistje? Nog niks, maar daar zit ik... Dan ga ik nog even kijken wat ik... Nou ja, ik moet sowieso nog even terug hier naartoe voor de andere Golden Skulltula's. Aangezien dat we toch nog niks hebben gevonden qua... pick-ups. Ja, heel veel sleutels. Ik weet niet wat er meer lekker is boven het vuur. Zelfs Mr. Point neemt... Ja, ik neem ook wel dingen mee. Geen zorgen. Oh, nee. Maar dat is ook niet dat we ons daar niet zorgen over maken. Nu wel, maar... Weet ik. Oh, wat ben ik flauw vandaag, jongens. Och, och, och. Voor de mensen die het willen weten, er is een evenement aankomend weekend waar we dus naartoe gaan. Oh, je klinkt een beetje aan de zachte kant. Oh. Dan zeg ik echt wat ik mijn Skype geluid ophouden. Nou, wacht eventjes. Voordat jij dat doet, ik zal wel even kijken hoe hard dat Skype voor mij staat. Dan doe ik wel eventjes volume mixer eventjes checken. Want Skype staat voor mij een beetje zachtjes, dus... Laat jouw volume maar staan zoals dat hij hoort. Oké. Okay. En ik heb hem nou al iets harder gezet. Is het zo beter? La. Wat was eigenlijk nou de laatste wat we nou te pakken hadden gehad? Sleutel. Ook alweer een sleutel. Ja. We hebben al 2 sleutels van GTG. Een shadow sleutel, een shadow map, een ice cave, een kompas en een fire sleutel. Wauw. Goed. Toch? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet echt niet waarvan deze... Deze run begint echt zo van... Weet je nog je eerste run dat je zoveel kreeg? Weg. Ik heb Lucky On, heb ik gewoon bij me hoor. Hashtag Lucky On. Je krijgt straks gewoon alles in één keer. Ah, mooi. Toppie. Nee, dan moet ik jou weer zachter zetten. Ik hou niet van balans. Balance. Ik bedoel serieus, de vuurnatie die moet in opstand komen en een oorlog gaan voeren. Daarna moet de Earth-natie beginnen met van nee, wij nemen de wereld over. Zijn er nog meer mafketels die de wereld willen eigenlijk overnemen? Waarom ook niet? Waarom wil de Waternatie een keertje niet gewoon heel de wereld? Oh ja, trouwens, dat hebben ze ook al gedaan in The Legend of Korra. Ja, dus dan gaat het straks in één keer nog... Die mafkees die met zijn spiritueel gezeur. Ja, spoilers! Ik heb de Legend of Korra niet gekeken. Alleen Legend of Aang. Schaam je? Nee. Wel. Waarom? Omdat Korra was ook decent. Ja, je zegt al decent. Meer dan decent. Hij was goed.
Hij was niet slecht, hij was goed. De eerste is beter, dat geef ik heel eerlijk toe. Maar Cora die had toch wel... Bijvoorbeeld boek 1 was heel erg goed. Hm. Het enige nadeel bij Cora vind ik wel van... Maak je geen zorgen, Steve. Je bent nog steeds luider, dus je domineert nog steeds. Maar het verschil is klein. Nee. Ga ik gewoon zo praten. Ga ik gewoon echt het... Ga ik gewoon zo praten. Dan hoort bijna niemand mij meer. En dan ga ik wel even een toontje harder praten. Maar goed, om eventjes terug te komen. Het probleem met The Legend of Korra vind ik zelf... dat het klinkt meer als 4 verschillende verhalen... als dat het 1 geheel verhaal is. Terwijl dat in The Legend of Aang... dat het daar gewoon echt 1 doorlopend verhaal is... met 3 boeken. Illuminati? Ja. Evelyn is in 1 keer terug. Horen jullie daar een stemmetje? Hallo! Yay! Hoi Evelyn. Nee, ik ben nog steeds op vakantie. Praat niet met jou. Je hebt de Legend of Korra niet gezien. Ik neem aardappels, kipspies en ontbijtspek mee. Misschien zelfs wat spekblokjes. Spekblokjes. Ik ga eens even een hele dag tobben over wat nog meer lekker is boven vuur. Kijk, nou komen we ergens. Ik ga morgen wel gewoon even bij de winkel kijken. Want ik heb geen idee. Kijk, dat scheelt. Ja, die flikt gewoon een blik knakworst in het vuur. Ja, leuk. Ik neem gewoon een stok mee om boven het vuur te houden. Ja, maar die heb ik al 100. Ik neem gewoon een stok op een stok. Ja, maar ik heb al 100 stokken, dus dan kan ik al een stok op een stok doen. Ja. Ja. Dat zijn mijn stokken. Je mag er wel eentje lenen hoor, daar niet van. Maar... Yay! I'll grab my stok. There is no time. Your stock is enough. Wait, what? How about a marshmallow? For luck. You got to be kidding. Squala. Stokkela! Wow. What are those fires? These are sticks. You must grab each. Dan zijn het geen stokken meer, maar dan zijn we aan het stoken. Bedoemd. Is ook leuk. Nou, we hebben in ieder geval onze eerste pick-up, daar ben ik wel blij om. Ik kan het echt merken, echt. Volgens mij zijn er heel veel mensen gewoon dit weekend gewoon echt zo van... Nee, ik ben aan het smashen. Dat kan natuurlijk. Ik merk het gewoon echt, het is nou zo rustig in de chat. Het is lang geleden dat het zo rustig in de chat is geweest. Ja, het is net wel rustig. Dat vind ik niet erg. Nee. Voor de mensen die er zijn, hartstikke gezellig dat jullie er zijn. Dat jullie je avond met ons delen. Dat je smash aan de kant hebt gezet... Nou, ik waarschijnlijk niet hebt. Ik hoor ook al mensen in Discord die het combineren. Die hebben de stream aanstaan om te zijn aan het smashen. Cheaters! Verraders! Meent hij dat? Nee, je bel. Nee, ik was in het begin Let's Go Eevee nu een beetje aan het tekenen voor huiswerk. Ga shiny hunten! Oh. Ja, en zeg het even als je een... Nee! Ik was te afgeleid door het item wat we opgepikt hadden. Ah. Oh. Maar je hebt in ieder geval dezelfde skill. Ook hartstikke gezellig dat jullie er zijn. Nou, dankjewel. Ja, is een keertje leuk dat een kijker tegen mij zegt dat hij fijn vindt dat ik erbij ben. Ja, dan zou het wel een hele stille stream zijn bij een bang. Dat zag er trouwens net wel pijnlijk uit. Je sprong echt recht op de rand met je hoofd. Plat op zijn buik! Ah! Ik heb van die hoogte. Ik denk, nou, dat kan niet gezond zijn voor je gezondheid. Maar... Nou, ik heb nog een shiny Pidgey gevangen, dus. Ik ben trots. We zouden ook al naar Zorro's domein kunnen gaan. Ja? Ja, we kunnen nou diep duiken, dus. Ja, je hebt de zilver skill ook. Dus. Wat is dit? Oh, kijk! Is dat bottle? Dear God. But it's different. No. Oh. Ja, in ieder geval, we kunnen al money's dragen, dus... wel heel erg grappig dat we dus de diving skill hadden gekregen bij de waterval. Of ja, niet echt bij de waterval, maar boven de waterval. En dat je dus op het einde van die route al... Trouwens, hier klinkt... Is dit niet... Ja, hetzelfde lullaby. Nee, hetzelfde als geluidje. Chiques deuntje.
Stevie, ik kijk al 4 jaar lang naar je video's. Je bent de enigste YouTuber die ik al zo lang kijk. Ik ben vereerd, Meertje. Dankjewel. Ik ben echt vereerd. Er zijn ook maar echt een paar YouTubers die ik ook al lang volg. Echt heel veel heb ik ook gewoon gezegd van ja, sorry, maar je bent echt zo commercieel geworden. Of je doet niet meer de video's waarop dat ik geïnteresseerd was. En ja... Volgens mij is het wel zo inderdaad... De groep die nu op je geabonneerd is ook echt wel... De diehard groep die echt al best wel lang geabonneerd is. Zekers. En zo nu en dan komen er wel eens een paar nog gezellig bij, nieuwe mensen. Maar het heeft ook niet te maken met hoe lang dat je fan bent of noem maar op. Het gaat er gewoon om dat je het naar je zin hebt. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. Dus... Het is niet zo dat iemand die vijf jaar al kijkt beter is dan Meertje die 4 jaar kijkt. Nee. Sterker nog, als ik daadwerkelijk een grote YouTuber of grote... streamer zou zijn. En ik heb nou dat abonnee. Ik kan ze ook cadeau geven. Ik zou iedereen een abonnee geven. Weet je wel? Gewoon ik zo van, jij krijgt abonnee, jij krijgt... En jij krijgt trainen. Jij krijgt een BMW. Ja, ik weet niet eigenlijk hoe dat werkt om cadeau te geven. Moet ik eens een keertje naar kijken. Misschien een keertje leuk als giveaway of zo. Net zoals Shiny. Net zoals dat ik Arjan Shiny heb gegeven. TV, je bent de enige streamer die ik een beste vriend noem. I wonder why. Omdat jullie te lui zijn om te streamen. Nee, omdat je kan altijd maar één beste vriend hebben. Dus maar dan ben jij geen beste vriend? Nee, blijkbaar niet. Ik bedoel, ik kan maar één beste vriend hebben. Hoe wordt dit in één keer zo duister? Jezus. Ik kan wel een vriend zijn of een goede vriend, maar je hebt allebei één beste vriend. Nee, ik hou het er toch gewoon op dat jullie te luisteren moeten streamen tot ik het maar moet doen. Hey, ik heb wel gezegd, ik wil eerder ook eens een keer een livestream gaan doen. Nou, doen dan! Ja, maar nu ben jij aan het streamen. Dit is toch geen nut om ook te gaan streamen? Ja, jullie doen het niet, dus dan doe ik het maar. Ik bedoel, Sonic die streamt zelfs nog af en toe een keer. Ja. Waar is hij eigenlijk? Oh, die is aan het volleyballen. Ja. Oh, we hebben de... Oké, die was niet... Nou ja, op zich... Ja, wc-papier vind ik niet echt boeiend, want ik ken de layout van de tempels goed, dus... Een beetje zinloos. Maar Mumee, bedankt voor het compliment, joh. Dankjewel. Ik zou morgen je dan wat minder troep maken. Ik niet. Is dit breekbaar? Nee, oeps. Je beste vriend. Hé, hey, je paas. Hoeveel kost die? Is die verzekerd? We zijn rijk! Oh, Timmy. Ik heb de intentie het een keertje te proberen. Als je op mijn kanaal kijkt, wijst het genoeg dat ik er daadwerkelijk in effort in aan het steken ben. Oh ja, dan is het natuurlijk ook aan mij de taak om naar jullie kanalen te gaan kijken. Ja, shit. En ons natuurlijk een keer bij ons een keer komen commentaten. Nee, ik heb in ieder geval al een profielfoto op Twitch, dus dat is al een voordeel. En volgens mij een banner. Ik moet alleen de rest allemaal nog een keer gaan invullen en weet ik het allemaal. Jullie weten, als jullie gaan livestreamen, dan wil ik jullie echt daar wel in helpen. Dat is geen enkel probleem. Maar het is leuk om over te geinen. Dat weet ik. Eens even kijken, volgens mij... Ik denk dat het op zich niet zo'n verkeerd idee is om eigenlijk heel erg stiekem eventjes te gaan kijken bij Sorens Domein, omdat we daar ook gratis naar binnen kunnen. Ja, waarom niet? Je kan de diving game wel doen, toch? Diving game, misschien, daar kun je ook een gratis stokje vinden, dus kunnen we nog een piece of heart kunnen we te pakken krijgen. Ja. Ik kijk meestal ook je streams omdat het leuk achtergrondgeluid is tijdens het tekenen of gamen, want... Ja, want hij snapt meestal helemaal niks van de game die je speelt. Ja, maar dat snap ik dus, wel. Dus ik snap niks van de game die ik speel? Nee, ik snap hier niks van. Ga ik dood van water? Sorry, ik moest er even een grapje van maken, sorry. Maar ik snap je inderdaad wel. Het is altijd wel even lekker om wat geluid op de achtergrond te hebben. En als je een keer muziek zat bent, nou, dan maar een stream, hè. Ja. En als je Stevie zat bent, zetten we maar weer muziek aan. Hup, gelijk weer eens die muziekknop. Ja. Mute! Dus... Oh ja, ik moet er nou wel aan wennen natuurlijk. Daar staat wel facecam aan. Ik kan dan niet meer ongegeneerd mijn neus peuteren. Want dan kan ik weer zeggen, er zit iets in mijn neus. Wat dan? Mijn vinger.
zin je toch niet? Nee, daarom zit hij ook in mijn neus. Wat een spannende informatie. Ja. Het zijn toch weer van die dingen waar je rekening mee moet houden als de camera aan staat, hoor. Ja. Kijk, I found a stick! Onder stick? Stick onder stick? Een noten. Stokjes en noten, tralalala. Nee. Stokjes zijn zeker geen noten, nee. Het zijn walnoten die je kraakt. Moet wel op een leuke deuntje. Maar ze verkopen hier stokjes. Ze verkopen geen stokjes. Wat een slechte shop. Nou, maar dan krijg ze hier gratis. Waarom zouden ze verkopen als ze hier gratis te vinden zijn? Misschien moet je even naar die... die suffer dude in Gordon City. Oh, die gast die... Ja, maar daar hebben we vuur voor nodig. Of, ja, weet ik. Want die deuren die zijn nog dicht. Ja. Ik kan ook walnoten morgen meenemen, maar die kun je niet echt op boven het vuur houden. Dat kan wel, maar het geeft zo'n troep. Dan moet je hard, heel hard prikken. Pook, pook, pook. Pook, tsch. Zo'n dikse stok en ik doe een walnoot. Maar nee, ik ben niet zo'n fan van walnoten. Dus. Ik hoop dat je goed verzekerd bent. Ik bedoel, je weet waar we morgen naartoe gaan. Kijk, ik heb een excuus. Dat ik niet aan walnoten kan beginnen. Wat? Tandarts. Ah. Ja, maar je zat net ook op pindas te vreten. Nou ja, ik kan het op allergie leven. Ik heb een bepaalde notenallergie, maar niet voor walnoten, dus dat gaat niet op. Dat was wel het engste minigame muziekje ooit. Bottom of the well muziek als je gaat duiken. Maar we hebben nog niet de echte super creepy muziek gehoord. Ja, oké, dit was er één van, maar... Je weet wel, de Ganondorf muziek. Ja, dat je in één keer het hoort als je eens binnenkomt. Hallo. Hoi. Wat heb je? De kompas van de bottom of the well. Ja, dat muziekje, dat past er wel bij, zeg. Oké, dan hebben we hier dus verder niks te doen, maar we ken ik iets in Zora's domein doen, want het probleem is die pieces of hearts die er liggen, die kun je te pakken krijgen met de kip. Denk eens, nou, ja, dat is Mumee. Ik vind noten heel lekker, want het is ook echt heel voedzaam, dus daarom vind ik ze ook heel lekker, maar ja, ik kan ze niet eten, want dan... Nou ja, op zich, ik kan wel pinda's eten, dat viel ook wel, maar... En haalsternoten ook nog wel, maar dingen zoals cashewnoten eet ik niet. Nou... Ben ik ook zelf niet echt een fan van. Cashewnoten. Ik eet gewoon niet, want dan... als ik die morgen ga eten, wordt het geen gezellig evenement voor mij. Nee, ik wist niet dat je een notallergie had. Ah, een mooie noot. Een mooie noot. Goed dat je eens een keer voor me gaat koken. Hallo, ik in koken. Ik laat zelfs nog water aanbranden. Zo? Ja! Nee, ik kan wel iets met pinda's en zo doen hoor. Geen met pinda's, met hazelnoten. Maar geen cashewnoten en ook geen dingen met pijnboppitten en pesto. Dan maak ik voor jou wel satésaus klaar. Haha. Ik zo kei droog. Haha. Ah. Oké, ik heb een manier gevonden, denk ik, dat ik hier wel eventjes kan kazen. Want we zijn nu achterlangs langsgekomen. En ik zou hier zo over het hek kunnen springen. Waardoor dat we bij die kip kunnen komen en toch die pieces of hearts al gelijk mee kunnen nemen. Oké. En langs de grot ook kunnen gaan. Dat is goed. Ja, want we kunnen die muur niet opblazen daar. We zijn zo'n aparte route nou ingelopen. Ja, echt helemaal eromheen. We zijn nog niet eens in Hyrule Castle geweest.
Maar ja. Goed dat ik het dan niet bij was. Dankjewel, Skype. Hoefde ik niet te weten. Oh, weer een update. Ja. We gebruiken een oude versie, hè, dus... Ja, ik kreeg hem natuurlijk alweer. Yay! Song of Storms! Yay! We hebben nog geen Ocarina, maar yay! Geen Ocarina? Ocarina. Ik verstond Ocarina. Ja, Ocarina mag ook. Ocarina. Als je... Ja, het is een nieuwe... Het is een nieuwe riem. Even de riem aantrekken, weet je wel. Zo. Ja. Wat heb jij vandaag voor riem? Ja, ik heb vandaag de Ocarina. Ja. De wat? De Ocarina? Ja, de Ocarina. Maar waar koop je die dan? Bube. Oh ja, die moet ik natuurlijk ook morgen meenemen als ik krijg ruzie. Maar ook Rina moet ik meenemen. Ja, doe je ook je riem aan? Ja, maar anders zak ik mijn broek af. Dus ik doe ook mijn riem aan. Oké. Okay. Maar ik heb een ocarina. Daar hou ik je aan. Ja, ik heb echt een riem. Dus dat hoef je me niet aan te... Ja. Die heb ik altijd aan. Ja, ik ook. Maar komt dan een keer wat strakke broeken? Nee. Nou, op zich, de broek die zit wel stevig. Het enige probleem is de bovenkant, zeg maar, die is een beetje breder. En dat zakt dan weer af. Wat een nuttig onderwerp trouwens. Helemaal mee eens. Ja, we zijn modiger in het zitten. Nee, maar kun je even wat bommen sturen? Dan kan ik alvast even verder met bommen. Ik bedoel, serieus. Het enige wat we tot nu toe hebben, is dat we extra kunnen duiken en een hoekshot. Stuur even een ocarina deze kant op. Misschien is die piece of hard bovenaan de berg. Misschien is het een piece of hard bovenaan de berg, de ocarina. Ja, ik hoop het. Maar is dit nou ook dan een deuntje van Hyrule Field? Nee, dat is een bloopie. Wat deuntje wil je nu? Sheik's een deuntje. Nog steeds. En aangezien dat we die ook al bij Lake Helia hoorden, volgens mij is dat allemaal Hyrule's team. Dus volgens mij is Hyrule's okay. Team. Oh, dat is slaapverwekkend. Dat is met die harp, toch? Ja, dat is die snor met die harp. Ja, dat deuntje. Ja, dan weet ik wel wat deuntje je bedoelt. Ja. La 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 la. La, la, la. En dat zijn van die deuntjes, die wil je niet op loop horen. Nou ja, nou maar hopen dat ik even op tijd in Hyrule Castle kan komen. Want dan kunnen we even de minigame doen. Kunnen we even kijken wat het Weird Egg is. Lolon Ranch hebben we nog een piece of art die we even op kunnen halen. We hebben bij de korrels nog even een paar pieces of art die we op kunnen halen. We hebben nog de grotto die daar zit. We hebben nog de chicken minigame. Er is nog genoeg te doen in ieder geval. Zeker. Maar zijn dat die ocarina's die best wel veel verkoopt ondertussen? Precies, Eevee. Ray? De familie-app. Yay, voor familie! Ik hoor door de Skype heen, hoor ik het muziekje van de uil. Yep. Kevora muziek. Ik heb die nog in één keer gewoon de muizen gehoord! Oh, ik ga gewoon. Ik hoor dat muziekje. Ik had er gelijk zoiets van. Nou ja, Erik is nu blij. Het is een van Erik's favoriete muziekjes, zei hij. Dus, het is een leuk muziekje. Ik hoor de muziek. Nee. Ah, één voordeel, die elf je er niet bij te denken. Kennensdeuntje. Bij de shooting gallery? Yep.
leuk. Geen stress! Mis en je bent dood. Nee, dan ga ik missen! Mimmi, dat is jouw schuld! Gejinxed. Hoor ik Erik al zeggen nou, je bent dood voor mij. Ah, ik mis weer een muntje! Roepie. Wat doe je nou zijn, dan? Waarom mis je ze nu? Het is er maar één. Plus de muziek is toch best wel spannend. Denk ik. Poink. Trouwens, hebben jullie leuke nieuws al gehoord? Er komt een EVG Xbox uit. Yay! Oké, duurt nog een jaar. Oh. Begin 2020. Ja, nee, 2019. 18 januari, dus volgend jaar. Oh ja, dat duurt inderdaad nog wel een jaar. Maar die komt uit. En ja, René, die zorgt er al gelijk voor dat ik er een paar heb om te unboxen. Dus dat komt helemaal goed. Yippie. Wordt rustig morgen zo zonder Steve. Ja, ik ben dood voor hem. Wat een gezelligheid. Ik hoop hem helemaal leeg. Ik wil alle stokjes. Stokjes voor 10 rubies. Do you want to hear what I said again? Honestiek? Melon geeft weer eens liefde. Oké. Yay. Echt weinig items tot nu toe. Zou dit de eerste run zijn dat ik inderdaad heel erg snel als Adult Link moet gaan? Ja, misschien. Nou, het grappige is, als Young Link is er heel erg veel te doen, zeg maar. Zonder dat je daar bepaalde items voor nodig hebt. En als Adult Link, dan is het juist het vele de tempels waar dat je heel veel dingen kan vinden. Ja. Dus. Richard! Ja, oh, we hebben een potion. Jee, je gaat in één keer de goede deur door. Ja, natuurlijk. Ik heb die deur nou al zo vaak gezien. Maar ja. We hebben dus al één fles. Nou ja, een blue potion. Ik moet heel eerlijk zeggen, de enigste reden waarom dat een potion handig is, dat is voor de blue flame quest. Maar voor de rest... Ja... Oké, moet ik wel zeggen dat ik het wel leuk vind dat er gewoon iets randoms in kan zitten. Zo, ik kan even wat te drinken pauze nemen nou, jongens. Yay! Yippie! Ik had het er al een beetje met Mumé over van welke Eevee dat ik mee zou nemen, maar... Heb jij nog suggesties? Wow, jouw stem is misschien... crack. Misschien een van de Flareons? Je bent al warm, pun intended. Ja, sowieso was ik al van plan om Spyro mee te nemen, dus... Ja, Spyro is inderdaad wel leuk. En... Ik dacht inderdaad dat Cora misschien leuk was om mee te nemen naar... Maar ja, voor de tweede dag zit ik dan te denken van... Ja, ik wil niet allebei de dagen Flareon meenemen. Dus, maar dan zit ik nog te denken, wie neem ik dan mee? Dat ook nu mee. Misschien een Glaceon? Een Glaceon? Ja. Hmm. Dan heb je vuur en ijs. Ja, maar ik heb niet echt een Glaceon die ik makkelijk mee kan nemen dan. Ik zou Crystal mee kunnen nemen. Nou, dat ik zo eventjes naar mijn bank zit te staren.
Ja, want als ik Vaporeon meeneem met winter. Ja, zo, oké, ik neem hem mee, oké. Daarom moeten we dus ook wel een Flareon hebben, zodat het wel warm blijft bij ons. Ja, nee, dat snap ik inderdaad, maar ik vind hem wel leuk. Met winter, jij neemt je Glaceon. Ik heb geen keus meer. Maar dan neem ik Crystal wel mee. Volgens mij is het midwinter! Flareon maar kampvuurtjes. Ja, ik zou Vaporeon niet mee durven te nemen hoor. Echt serieus, dan krijg ik boze blikken van ja, tot mijn schuld is tot het regent. Ja, maar ja, dan gaat het, straks gaat het hagel op sneeuwen. Krijg ik ook wel de schuld, maar dat maakt niet uit. Dan zeg ik van ja, sorry jongens, maar wat willen jullie nou? Het is toch met... Dan gebruik ik gewoon midwinter. Winter! Ja, winter! Oh, shoot. Maar eens eventjes kijken, want we hebben nou 3 pieces of fart. Ja. Nou ja, we kunnen heel eventjes kijken wat een piece of fart is bij Long Long Ranch. Kunnen we gelijk daar eventjes die 2 Skulltula's meenemen. Dan kunnen we naar Kakariko Village. Dan kunnen we nog eventjes langs de Gorons. Ik verwacht dit jaar geen sneeuwstorm. Nee, het is te zacht voor het tijd van dit jaar. Ja. Dat gemauw. Nou, ik heb in ieder geval wel mijn kersttrui uitgewassen en klaar liggen. Oh, dat is leuk. Ja, ja ik doe dit jaar helaas helemaal niks aan. Nou, mijn kersttrui, dat is gewoon een trui met erop All I Want for Christmas is Eevee. Ja, ik doe gewoon een lekker... zwart vest aan, wat wel lekker dik is. Nou, ik zeg, ik neem wel mijn Eevee vest mee gewoon bij Erik, maar ik neem gewoon voor de winterver, dan trek ik gewoon echt een jas aan, want ik had vandaag heel veel eventjes bij de boodschappen en ik had echt koud. Ja, daarom. Ik doe gewoon een jas aan. En ik neem mijn handschoenen mee, want ik weet niet hoe koud het wordt. Ik ga eens even kijken op het weer. Het weer. Nou, ik weet al iets anders wat er nou dadelijk in de chat gaat voorkomen. Iets met stellig. Zie? Wist het. Zou niet lief. Kon je verwachten, hè? Het is bij Archeon, dat is. Hoe heet het plaatje? Ik hoorde het Mumee nog vandaag zeggen, zo erg is het. Het is bij... ja, provincie Zuid-Holland. Alphen aan de Rijn. Ah ja, Alphen aan de Rijn, dat was het. Alphen de Sarrein. Oeh, het gaat morgen wel regenen dus. Ja, en overmorgen ook. Ja. Het is droog. Oké, dat is leuk. Nou, moet je tegen hun weer zeggen, dat is fijn. Oh, het is morgen tennis weer een 1. Ah, oh, dat is jammer. Ik wou net gaan tennissen. En het tenniswerk krijgt van mij een 1. Ook het golfweer is morgen maar een 2. Daarom verwachten wij niet dat veel mensen gaan golven. Toch zijn er altijd van die rare mannetjes die toch gaan golven. Want dat zijn kakkers. Verder geef ik het barbecue weer zeker een 9. Ik bedoel, je kunt het onder een afdakje zetten. En niet te vergeten, als je het onder een afdakje zet, geeft het ook nog eens een keer goede warmte. Even kijken. Nou, op zich, het valt mee qua wat er morgen valt. Ja, natuurlijk valt het. Sorry, oh, wat slecht. Ja, maar het kon ook tegenvallen. Ja, wind tegen, regen tegen, hagel tegen, buurman tegen, ik ken het. Maar het is de hele tijd echt maar 0,2, 0,3 millimeter, dus het zal waarschijnlijk... ja, een beetje motmiezen regen zijn. Maar we zullen het zien morgen. Ja, of het is echt een enkel buitje wat in één keer valt. Ja. Maar ja, dat houdt ons niet tegen. Plus ik neem gewoon Flareon mee. Flareon die doet gewoon Sunny Day. En dan wordt het gewoon 20 graden, kennen we toch gewoon de jas uit. Ja. Maar niet normale alven. Is dit nou een keertje misschien geen piece of heart? Bommen! Jee!
De bommen zijn unlocked! We hebben bommen. More explosions! Dat is mooi. Ah ja, één voordeel. We hoeven nou niet meer Zora's domein te bombarderen, want die hebben we al gedaan. Ja. Ik ga wel even mijn wc bombarderen. Je gaat je wc bombarderen? Ja. Oké, succes. Weet je zeker dat je de lonk even niet nodig hebt met... Gaat hij eigenlijk naar de wc, vindt hij lonk in één keer in zijn wc. Daar word je helemaal niet vrolijk van. Maar goed. We hebben nu dus de bomtjes. En met de bomtjes daar kunnen wij dus nou heel veel grotto's mee openen. En dat kan heel erg handig zijn. Neem je mee, ben ik alweer vergeten. Gum, 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 gum. Ik weet niet, misschien heeft het toch iets te maken met dat ik Terraria iets te veel gespeeld heb ofzo. Ik bedoel serieus, ik heb meer dan 1100 uur ondertussen in die game zitten. Ja, Mimé die maakte de opmerking over van... de explosieven. Doet me denken aan Terraria. Waar was je aan dood gegaan? Clear. Frommel de frommel, wat een gefrommel. Wat een gefrommel? Ja, ik kon jou frommelen. Dat kan. En we hebben een lens. De lens der waarheid. Ja, maar lens is toch in de... in Elite Four? Hè? Lens is toch in de Elite Four? Ja, ook. Maar is hij wel van de waarheid? Zo. Is toch iets aan? Ja, in een trolbui vandaag. Maar het regent niet eens meer hier. Dus hoezo zit je in een bui? Ja, in een bui vol met trollen. Ach, ja, maar trollen is altijd vervelend. Vervelende wezens. Nee, niet het wezenswoordje. Het woordje van... Gaan we nou alles letterlijk nemen, jongens? Ja. Geen volteam aan draken. Nee, klopt. Dear God. Maar ja... Dat is Agatha ook niet, want die is geen vol team met spoken. Want er waren maar 3 spoken in generatie 1. Maar volgens mij Hey, Daniel. Hey, Daniel! Heb je Smash even weg kunnen leggen? Ik heb geen Smash. Oh, sorry. Het was mijn huiswerk. Ja, daar heb ik ook gesmashed. Nee, de anti-smash, dat is echt onze JB'tjer. Nee, ik ben geen anti-smash. Ik speel het gewoon niet. Dus ben je anti-smash? Nee, ik heb niks tegen smash. Maar je hebt er ook niks mee. Nee, maar dan ben je dus ook niet, dan ben je gelijk anti. Jawel. In de community ben je dan anti. Nou, als ik dan via de community anti ben, dan ben ik maar anti. Jongen. Nou, het grappige met Smash is als je gaat kijken naar... Zo, hoi Megaton Hammer. Hoi. Ja, dat, er zijn wegen die goed... Er zijn goede wegen die openen ondertussen in... Ja. Nee, maar het is zelfs zo erg in de... Als je echt gaat kijken naar de extreme Smash community... Ik haat zelfs die community. Ik weet zeker, Erik haat die community. Dat is zelfs de reden waarom ik ben gestopt met toernooien voor Game Pit. Nu, vandaag de dag, Game Rooms. Die community is vreselijk. Hey, kijk nou, Fallout 76 graphics. Ik bedoel... Oh, wat gemeen. Nee, ik had... Nee, dat is geen prettige community. Het probleem met die community is van... op het moment dat je een tournament of een spelletje voor fun doet... Dan is het al gelijk... Nee, alleen maar Omega Stages. Hazards uit. Items uit. Oké. Ja. Alles wat Smash leuk maakt, moet uit.
En het gaat alleen maar om skill. Nou ja, wij speelden eigenlijk altijd alleen met de pokebal. Want dat vonden we gewoon heel erg leuk. Ja, dat de is ook inderdaad heel erg leuk. En de, hoe heet dat ding? Die bal die af en toe voorbij flitst door het spel. Ja, de smashbal. De smashbal, ja. Ja, er zijn dat nog veel meer leuke, want assist trofies zijn ook heel erg leuk. De hamer is heel erg leuk, de squeaky hammer is leuk. Ja, de hamer was ook altijd leuk, inderdaad. Maar wij speelden inderdaad voornamelijk altijd met de pokebal. Ja, tenminste, maar die community, dat is dus echt op het moment van... Ja, en hoezo kan ik mijn DS niet op aansluiten? Nou, heel erg simpel, omdat we hebben Gamecube-optie en we hebben gewoon de optie van... Ja, en ik wil via mijn Smash... En jij hebt maar te doen wat, want dat was de Smash-community. Yay! Want zo gaat het in officiële tournaments ook. Nou, maar dit is geen officieel tournament. Nee, maar dan kreeg ik dus Gamepit op dat moment op mijn dak. Oh. Leuk. En dan heb ik het niet over, hoe heet dat, Brian die kwam gelukkig voor me op, weet je wel. Brian, echt hele toffe gozer, niks mis mee, maar... Degene die toen dus zeg maar over de tournament ging, die begon toen hatelijk tegen mij te doen. En toen heb ik ook tegen hun gezegd van, dan doe je het lekker zelf. En ben ik dus gewoon gegaan, weet je wel. Heb ik gewoon gezegd van, nou zoek het uit, doei. Heel begrijpelijk. En het is zoals Mimi al zegt, ze interesseren zich niet in de fun van de game. Want het was echt alleen maar van, oh, hoe goede dingen kan je doen. En mijn audiocommentaar was dus altijd, net zoals wat ik dus nu doe, weet je wel. Gewoon random dingetjes leuteren, want dat is gewoon leuk, weet je wel. Dat is gewoon van, ja, je vertelt gewoon random verhaaltjes. En ja. Dan hebben ze het over een karakter of zo. En waarom spring ik nou weer hier naar beneden, want dat was echt dom. Maar je vertelt gewoon over random verhaaltjes en dan heb je het over Mario, noem het maar op. En dan vertel je een verkeerd verhaaltje, weet je wel. Bijvoorbeeld van, ja, want wist je toevallig tot Mario uitkwam uit 1986. Mario, zijn eerste game was in 1985. Nou, de boze gezichten, die worden dan echt, die branden je in je gezicht, hè. Oh, dat is niet leuk. Nee, daarom. De extreme community daarvan is niet leuk. Er was vandaag eentje van Game Rooms uit. Die had al gelijk, hoe heet het, een foto geplaatst. En dit is zoals je Smash moet gaan spelen. Oud televisieschermpje, geen LED, want een LED-scherm geeft een vertraging van 0,05 seconden. En daardoor is het dus niet een perfecte input. En die zie je dus ook echt naar de items toe gaan, items uitzetten en weet je wel, echt alles op die regeltjes. En dan echt zo heel erg serieus het spel spelen. Ik vond het heerlijk hoe dat hij het belachelijk maakte. En er waren er inderdaad zo'n paar van die extremisten die vonden het niet grappig, die konden er niet om lachen. Oh nee, want stel je voor dat je aan ons spel komt. Kan toch niet? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik baal er nog steeds van. Volgens mij was er toch duidelijk afgesproken dat de Spirit Eevee, als jij Let's Go Eevee had, dat hij al gelijk vrij zou zijn. Ik moest hem vrij spelen. Objection! Ik heb het wel, maar nog niet gespeeld. Ah! Ik heb het ook, en ik heb het al wel gespeeld. Oeps. Ik heb morgen eindelijk Sinterklaas. Onderwerpen veranderen met Daniel. Maar Sinterklaas is toch al naar Spanje? Echt serieus, ik kwam in de winkel. Ik kwam. Navi, wil je alsjeblieft niet ramen kapot gooien, alsjeblieft? Ik bedoel, we hebben het even over Spanje, ja? Ik ging vandaag de supermarkt binnen en daar was het al zo van. Just heroes in my. Ik hoor al 3 weken kerstmuziek in mijn auto. Ik heb nog geen kerstmuziek verder gehoord eigenlijk, dit was de eerste. Sigins komt Sint-Nicolaas in België weer aan. Hij was klaar met Nederland, hij liet ze daar staan. Ja. Nu huppelt hij verder. In België weer. Nee, Sinterklaas heeft het hartstikke leuk gehad hier in Nederland, hoop ik. Buiten al die discussies om. Tenminste, dat hoop ik. Ja, maar hij is dit jaar wel stilletjes ons huis voorbij gegaan. Hoezo? Ben jij niet lief geweest? Ben jij stout geweest, je beetje? Nou, eigenlijk zit ik dus nu in Spanje. En,
Of eigenlijk zit ik nog op de boot. Maar dat is geheim. Mag ik eigenlijk niet zeggen. Oh. Winner! You got a piece of heart! You completed another heart. Winner! Nee, ik moet heel eerlijk zijn, jongens. Ik vind het Sinterklaasfeest, ik vind het hartstikke leuk voor de kinderen natuurlijk. Want Sinterklaas die komt helemaal uit Spanje natuurlijk. Speciaal voor de kinderen, want ja, de ouders die... Ja, natuurlijk kom je niet meer. Ik bedoel, echt serieus. Sinterklaas komt speciaal voor de kinderen. Kinderen cadeautjes brengen als ze lief zijn geweest. Dat is hartstikke leuk. Snap ik nog steeds niet precies hoe dat zit met de kerstman, omdat we ook kerst vieren en zo. Maar buiten dat, hartstikke leuk. Ah, die kip die zit daar wel. Oké. Fijn om te weten. Vergeet niet, wij zijn een kindvriendelijk kanaal en wij houden met alle leeftijden houden wij rekening. Ja. Ja, met de generatie die geen Sinterklaas meer viert, met de generatie die wel Sinterklaas viert. Heel erg recent. Iedereen mag doen wat hij wil. Ja, behalve schelden. Dat keuren we niet. Want dan krijg je de roe. Of dan komt Erik met Krampus aanzetten. Die heeft gewoon veel te veel Binding of Isaac gespeeld. Houd daar maar op. Denk je even lekker een deal met de duivel te kunnen maken? Nee, hoor, staat Krampus voor je neus. En dan denk je bij je eigen van... Ach ja, het kan nog positief. Misschien krijg ik dan een stukje kool. Nee hoor, dan krijg je Krampus zijn hoofd. Nog erger. Mensen die Binding of Isaac spelen, die weten waar ik het over heb. Toch hier een beetje? Ja, ik hoor je heel slecht, dus ik hoorde je verhaal niet helemaal. Ik hoorde alleen iets over de mensen die Binding of Isaac spelen weten waar ik het over heb, maar... Ik weet niet waar ik het over heb, want ik hoorde je... Ik had het over Krampus. Oh, ja. Ja, dat je dan denkt bij je eigen van, oh, misschien kan ik een deal met de duivel sluiten. En dan tot je in één keer Krampus tegenkomt. Ja. En dan denk je nog van, oh, het kan nog positief zijn, misschien krijg ik een lamp of kool, weet je wel. Nee, je krijgt Krampus hoofd. Je krijgt zo'n hoofd. Gezellig. Niks X-Men present. Nou, ik zit nou wel te denken, want ik zie hier nou... We hebben nou 3 kippen. Volgens mij komt Sinterklaas van Spanje als hij naar Nederland gaat. Maar vanuit... Ik weet niet waarom ik dit zingend zing. Nee, dan vertrekt hij naar de fabrieken op de Noordpool. Eet zich dik en de wortels die zijn paard niet op kan. Om daarna de Amerikanen plezier te geven. En toen had hij in één keer geen paard meer, maar toen had hij in één keer rendieren en... Maar zelfs die komt hier in... Nou ja, gelukkig zie je ze hier niet in ieder winkelcentrum staan met zo'n belletje. Ho, ho, ho. Die staat ondertussen 25 keer stil, man, als je voor iedere... Maar volgens Domino zit hij nou wel op de pizza. Met echte stukjes erin, die. Wat? Zit de kaas op de pizza? Wat? Oh, ze hadden... Volgens mij was dat vorig jaar tijdens de kerst. Hadden ze zo'n leuke commercial dat je de kerstman op de... Bij zijn slee zag staan, alleen al zonder rendieren. En dan had Domino zo'n actie van... Nu met echte stukjes rendier. De pizza rendier. Wauw. Ja. Hoe fout kun je het hebben? Ja, het was echt een hele foute reclame. Ah, ik vind die andere reclame van vroeger, die was ook wel leuk. De cat milk reclame. De cat milk reclame? Ja, cat milk. Ken je die niet? Gewoon heel simpel, cat milk. Ik ga me niet meer voor de geest halen. Nou, dan heb je er bijvoorbeeld eentje en die heeft dan net dan is hij zijn boterham aan het smeren, weet je wel, pindakaas. Ik hoor jou wel godverdamme zeggen. Maar ja, wat is het met pindakaas? Dan gaat je mond enorm van plakken, weet je wel. Ja. Want hij is ergens mee bezig en dan heeft hij dus een flinke hap genomen met een boterham met pindakaas. En dan gaat zijn telefoon, want hij is uitgekozen om dus het winnende antwoord te geven bij een of andere prijsvraag. Dus hij neemt die telefoon op en hij begint dus... Sorry, wat? En dan... En dan gaat hij dus snel, weet je wel, wil die melk, zijn melkpak is leeg, doet hij de ijskast open. We willen graag toch nu een antwoord. En dan krijg je dus zwart scherm tot hij dus niet gewonnen heeft. En tot hij dus opgehangen wordt. En dan zie je hem dus echt balen als een stekker. Scherm gaat naar zwart. Got milk? Nee, die ken ik niet. Echt zo heel flauw. Andrew, dat was zinloos. Gadverdamme. Zit ik klaar voor zijn paard, dus meerdere rendieren.
Nee, dat is de nieuwe, gadverdomme! Gadverdomme! Die vind ik mooi, die. Het is een typo, heerlijk! Ik vind hem heel mooi! Ja, ik kan hem ook omdraaien, maar... Dat is alweer gelijk zo grof. Hé? Hé? Oh, ik snap je. Ja. Ik moest er heel even over nadenken. Oei! Dat moment tot Antje's Quest. Gewoon echt een beetje zeven van die kippen. En dan echt gewoon dat je er nog niet zo'n bloepie van krijgt. Die sidequest is al lang zat. Een recovery hoort. Bah. Yay! Yay! Dat klinkt goed. Dat klinkt beter. We hebben Mimee gevonden! Mimee, wat doe je met zo'n fancy broek? Op het dak. Hier in Kakariko Village. Sorry. Mimee, ik heb hier toch mijn vraagjes even over. Ik wil je al even verder doen, maar... Mimee, ik verwacht dat jij morgen zo in cosplay... Die broek. En die shirt aan. Nou, ook niet scheren. Nee. En je moet je haar even rood verven. Oh mijn god, ik heb een zin toch. Ik miste wat er gebeurde. Die gast op het dak, die gaf de ocarina. Oh, dan moet ik weer even dadelijk naar die broek toe. Ik ga eerst even naar die... Oké, ik ga nog heel eventjes terug, speciaal voor jou. Sorry YouTubers, ik weet het, voor jullie is het een beetje zinloos. Maar ik ga heel even terug naar die gast. Omdat het kan. Eigenlijk best wel grappig hoe dat trouwens hier Gorons team zit te spelen, maar... Oké, Mimee. Je weet wel, die gast die daar zit. Die daar op het dak. Die gaf de ocarina en van je beetje moet jij nou cosplay als hem. Was helemaal verdedigd je beetjes idee. Ik bedoel serieus, die broek. Maar je vond het wel leuk. Wat is dat voor broek? En aangezien dat je het toch niet koud hebt, hoef je ook geen shirt aan. Dat scheelt weer, dus voor je het weet heb je te warm. Dus. Het is wel een hele strakke broek volgens mij, als ik het zo zie. Hey Flareon! Hey Flareon Game, wat leuk dat je er bent. Flareon, wat vind jij? Moeten we deze man die je nu ziet? Die zien ze niet meer. Ik ben al... niet meer. Ja, ik loop wel door. Ik wil wel een beetje progress maken, joh. Sorry. Nee, gewoon nog een keer het dak op. Wat een broek. Ja, wow. ik zie dat. Ik krijg de ocarina, dus ik... We hebben Mimee gevonden! Welkom bij Hyrule Field, waarin dat wij rustig wachten tot de nacht zal intreden. Spreek na de toon uw welkomstboodschap in en sluit af met een hekje. Nee. Duurt lang, dank je. Where is the evening? Ah joh, het is nog maar 8:30. Oei! Is het al 8:30? Oei. Ja. En ik moet ook nog avondeten maken. What? You'll be sorry! En aangezien dat ik morgen best wel vroeg... op moet, voor mijn standards. Nou ja, vroeg slapen ken ik toch niet, dus... Die hou ik voor de gek. Oh. Voor mij, ik kan een anderhalf uur langer blijven liggen een keer. Hoezo? Nou, normaal gesproken ga ik er ongeveer rond 5:45 uit, maar ik moet morgen wel met de trein, dus... En dat is niet fijn. De trein. Dat is niet fijn. Nee. De trein. Nou ja, de trein is prima, maar... Dat betekent sorry? Dat moet. Wat? Ik zeg de trein is prima. Sorry? Jij hebt echt niet in de schuifkou gezeten toen ik met de trein ging.
Jawel, ik heb je verhaal gehoord over de trein. Maar ik denk altijd maar zo, ja weet je, je kan gewoon chillen in de trein, je hoeft niks te doen. Je wordt van A naar B gereden. Normaal gesproken. Is de bedoeling. Oké, iedereen thuis bezorg bestellen voor de beste trainer ooit. Ja, maar daar heeft hij toch niks aan? Ja, maar je hebt mijn adres niet, je streamer. Ik wel. Pizza naar dit adres. Mag dat? Zoiets? Alsjeblieft niet weer pizza, ik heb al 2 dagen achter elkaar pizza op. Zo. Nou, dan ik neem morgen al pizza mee voor bovenop de tour. Bus is beter daardoor. Nee, ik vind de bus vind ik echt niks. Ik word altijd misselijk in de bus. Ik ben niet wagenziek, ik ben bussenziek. Is dat een ding? Ja. Nu wel. Nee, dat is echt geen grapje. Ik word echt misselijk in de bus. Ja, nee, snap ik. Er zijn wel meer mensen die er last van hebben. Omdat een bus veel meer schudt dan een auto. Je hoort het wel vaker. Plus je zit daar zonder gordel in. Mm-hmm. Dat ook. Op kampvuur gebakken pizza? Ja, kan hoor. Wat nou, als ik een paar huizen naast je woon? Nou, dan ben je zijn buur. En een goede buur betaalt huur. En je pizza. Nou, je streamer, als je met zo graag toe wilt tot 3 pizza wordt bezorgd, je kunt nu doneren. Oh, wat erg. Dan zou ik zeggen, gebruik die abonneerknop, weet je wel. Dan heb je er nog een leuk logootje bij en dan kun je nog een emoticon gebruiken. We hebben nou een nieuw emoticon, ik wil hem even gebruiken voor de grap, waarom ook niet. Ik zo, yay! Ja, maar dat kun je zelf aanpassen, Mumee. Je kan, als jij gewoon helemaal vooraan in de bus gaat zitten, zie je wel de hobbels en de bochten. De hobbels en de bochten. Je zit niet voorin, dus... Ja, je zou dan wel voorin inderdaad kunnen zitten, maar dan nog omdat het zo'n lange slee is. Ik ben er echt geen fan van. Ja. Bah. Nee. Maar ja, sowieso. Ik heb het 1 keertje gehad, moest mijn auto die moest naar de garage toe. Nog zoiets. En toen ging ik dus op zoek bij mijn vader. En ja, ik moest dus met de bus. Oeh. Nou, ik kan je vertellen, dat was niet echt gezellig bij mijn vader. Nou ja, het probleem is, waar ik eerst bij mijn moeder woonde, dan moest ik altijd met de bus, want wij hadden geen treinstation. Ja, daar heb je er ook tussen zitten. Ja, en als je dan nog niet een eigen auto hebt. Ja. Moet je het eigenlijk steeds opnieuw betalen, de abonnement, of wordt het er automatisch vanaf geschreven? Je kunt zelf aangeven hoe vaak dat je het wil. Volgens mij is het 5 euro per maand. En als je zegt van ik wil maar 1 maand, dan is het gewoon 1 maand. En dan eindigt het abonnement. En dan kun je weer een keertje hersubscriben wanneer dat je zou willen. Tenminste, zover dat ik er nu van geleerd heb. En je hoeft het niet te doen voor het herabonneren dat je leuke smileys krijgt. Dat doen we niet aan. Nou, je krijgt de leuke smileys, die krijg je dus wel alleen als je abonnee bent. Dat heeft Twitch zo geregeld. Ja, maar laten we zeggen dat je niet van, die is 3 maanden of die is 12 nee, maanden. Nee, de icoon die ik zeg maar voor mij heb, de Umbreon, die krijg je elke subscriber. Ja. Al ga ik wel denk ik de Golden Cheese maken, want echt serieus. Ja, maar dat is gewoon de kaas. Ik heb voor 12 maanden geabonneerd, krijg jij kaas voor je naam. Ja. Oh, wat erg. Ja, maar jongens gaan het daar niet voor lopen doen. Nou, ik zeg wel, wil je als je het kanaal wil supporten, daar ben ik wel even heel simpel in, wil je het kanaal supporten, donaties zijn altijd welkom, maar nu in verband met dat abonneren, dan krijg je er ook gelijk nog iets voor terug. Dat dan weer wel, omdat zo is Twitch. Dus, dan zou ik eerder zeggen van, wil je inderdaad 5 euro doneren, druk dan op dat ene knopje in plaats van dat andere knopje, want ja... Dan heb je tenminste nog 1 maand lang een leuke Umbreon voor je naam staan. Ik heb het ook pas sinds kort geleerd hoe dat het systeem werkt, maar zoiets zou ik dan doen. Als ik echt iemand zou willen supporten, ja, dan zou ik het inderdaad ook wel zo doen, want dan krijg je er zelf nog iets leuks voor. Maar goed, genoeg daarover. Enough. Als je wagenziek wordt, is het vanwege het verschil in... Hele labtekst! Oh, ja, Mumee!
Als je wagen ziek wordt, is het weer vanwege het verschil in de verwachting van beweging en de ervaring van beweging in je hersenen. Daarom heeft vooruitkijken voordeel omdat je de bochten aan ziet komen. En de reden waarom de mensen die wagen ziek worden zelf een keer kunnen rijden. Omdat ze controle willen over wanneer dat er geremd wordt, een bocht gemaakt worden, etc. etc. Klopt weer mee. Maar dan komt het. Als ik in een bus zit, word ik alsnog super ziek. Ook al zit ik vooraan en ik zie de bochten en dan wordt maar op. Zit ik in een auto, nergens geen last van. Het is denk ik toch wel het feit dat je en niet vast zit en zo. Dus je wordt vaker meer heen en weer geschud en zo, denk ik. Ja, dat ook. Even kijken, ik had ook deze nou... Maar toch bedankt voor je uitleg. Ja. Ik vind het al sowieso echt merkwaardig hoe dat Mume gewoon ook echt zoveel tijd ervoor inneemt om het ook allemaal uit te typen. Ik zou het zelf echt niet doen. Ik zou echt denken bij mijn eigen van nee, dit... Oh. Ik wil niet op MC targeten. Op een gegeven moment komt Mume gewoon met een lap tekst die is gewoon de hele chat vol. Wanneer zou die dag komen? Oh boy, wat hebben we gezegd? Een bus schudt anders dan een gemiddelde auto. Een soort geschud dat je hersenen niet verwacht. Weer een... Jezus zeg, hoeveel kompassen kunnen we wel niet vinden, jongens? Echt, volgens mij hebben we alle dungeon items ondertussen al. We hebben 4 kompassen, 2 mappen, een boskie en ik weet niet hoeveel zooi aan sleutels. Wat? De actuele neus. Nou, voordeel, we verdwalen in ieder geval niet. Nou, ik heb sowieso qua hersenen... ik mis een... hoe heet dat? Bij mij is een klein stukje van mijn hersenen afgestorven bij de geboorte. Ooit. Ik maak me nu al zorgen. Maar goed, ik zit wel eventjes te denken. Wat kunnen we nog allemaal doen? Want we hebben nou dan... alles gedaan behalve de explosieve dingen die we kunnen doen. Ja, we hebben de... Eentje hebben we al gedaan bij die ene plek. Ja, dat klopt maar. En de grotto's in Hyrule Field hebben we al gedaan. Ja. Saria Song kunnen we nou nog Simon 6 kunnen we spelen op de Lost Woods. Ja. Plus daar kunnen we ook de Song of Storm spelen om... intro deuntje trouwens hier. Maar ja, dan kan ik nog daar dus de Song of Storm spelen, want daar zit dan ook nog een grotto. Dus die kunnen we ook nog doen. Hier zitten 2 kistjes. Ja. Yeah. De grotto's in Lost Woods kunnen we nog pakken. Alleen daar moeten we wel wat roepjes voor hebben trouwens. Ja? Ja, weer een piece of art. Items! Oké, we kunnen de Lens of Truth gebruiken. Hoera! Yay! Kunnen we hier nog meer doen? Bij de Gorons. Je kan misschien die Goron stoppen met bommen. Nee, daar heb je de bombag voor nodig. En we hebben alleen bombtjes. Ja, echt waar? Ik dacht alleen, ik kon stoppen met ook met je kunt hem ook met een bombtje stoppen, maar dan krijg je niks. Ah. De reward unlocked... unlocked. De reward unlocked pas op het moment dat je de bombag hebt. Ja, oké. The more you know. In die vaas gooien, dat kan ook nog niet. Nee, want we kunnen de weg naar Derunia kunnen we nog niet openen. Nee. Oké. Okay. We kunnen 1 kistje in... Ja, ik wil de caves wil ik nog heel eventjes dicht houden. Ik bedoel, we zouden de Dongo's Cave Run in kunnen gaan, maar dat kost best wel veel stokjes, dus... En die kun je ook altijd doen als een Dolt Link, dat is grappig. Ja. Nou, de Piece of Harta die hebben we ook al gepakt. We hebben... De Piece of Heart aangepakt. Ik weet dat daar een Golden Sculpture achter zit, maar dat brengt ons niet op 10. Dus daarvoor wil ik daar nog geen Golden of geen Bombtje aan besteden. We kunnen nog heel eventjes in Hyrule Field. Kunnen wij nog naar
de Deku Shop die een piece of art verkoopt voor 10 roepies. Hier zit ook een grotto, maar daar hebben we meer stokjes voor nodig en daar hebben we de manies op het moment nog niet voor. Dus er zijn nog wel wat dingen wat we gaan doen. Ja. Want ik heb zoiets van, ik wil eigenlijk een beetje doorgaan totdat ik weet van op het punt dat we zitten van, er is nu niks meer te doen als Young Link. Want dan hebben we een hele mooie samenvatting. Alles wat te doen is als Young Link hebben we al gedaan nu. Ja. Dat is een hele mooie samenvatting. Want de officiële Discord staat nu in de chat. Dankjewel, Mimee. Ach ja, dan gaan we maar gewoon backwards lopen. En Yeet Schreeuwer is een abonnee geworden! Ja, dankjewel! Dankjewel voor de support, hey. Jongen! En het leukste is, dan kan ik er nog een extra emo bij gooien. Geniet van de pizza. Nou, hier streamer, ik ga geen pizza halen, maar dan zou ik gewoon zeggen dat we marshmallows die ik gehaald heb voor morgen, tot die van jou afkomen. Zullen we het dan zo bespreken? Want ik heb namelijk al iets uit de vriezer liggen dat ik dadelijk nog even klaarmaak, dus... Maar wat heb je een leuk logo voor je staan? Ja, ik ben... Oké, ik zeg het nog één keer. Ik ben daar echt zelf nou een voorstander van. Nou, dat mij aangeraden is om dat programma te doen, weet je wel. Ben ik zelf van... Ja, als je dan wil supporten, doe het dan via die manier. Want dan heb je er nog iets leuks voor terug. Heel simpel. Ja. Maar enorm bedankt daarvoor, Yeet Streamer. Dat is het voordeel van abonneren natuurlijk. Je krijgt er wat voor terug. Ja... Het enige wat ik wel jammer vind is van... Ja, ik kan het niet geven aan iedereen. Ik kan er eentje zelf geven aan iemand, weet je wel. Ik kan iemand zeggen van, je krijgt een abonnee van mij. Alleen ik weet nog niet precies hoe dat precies werkt. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Dus... Boink! Jij bent nog de eerste... Bij wie ik ooit op de donatie support en ik ben er trots op. Nou, en ik ben heel erg blij dat jij mij wil supporten ermee, dus... Ja. Wauw, wat een afzetter! Ik betaal 10 roepies voor een bloepie! Wat een afzetter! Is niet grappig, JB'tje! Nee, hey. Je krijgt ook 3 recovery hartjes. Die krijg je van hem en nog bij ook. Nou, dat vind ik toch een goede deal. Nee! You know what's bullshit? Nee, streamer, enorm bedankt voor de support. Echt, jij helpt er enorm mee. Dus ik ga na deze livestream... ga ik gelijk eventjes zorgen dat er dan... Want volgens mij kon ik er nou nog gelijk een emocon bij doen... Zou ik eventjes voor zorgen dat hij zo snel mogelijk komt, aangezien dat jij die nou ook kan gebruiken. Dus je hebt nu ook een nieuwe smiley, die staat onder je smileys. Als je op je smiley drukt, kom je dus een emoticon tegen, die kun je dus nu ook al gebruiken. En er komt een tweede bij. Die ga ik zo snel mogelijk maken. Is het minste wat ik kan doen. Ja. Hey, Arjan! Ja, jij krijgt er nu ook een emoticon. Yay! Nee, echt heel erg bedankt voor jullie support, jongens. Ik moet zeggen... Ja, het probleem waarom dat YouTube echt niet meer werkt... is gewoon van YouTube die demotiveert te veel... en er is geen interactiviteit. En dat is wat mij echt weg heeft gejaagd een beetje bij YouTube. Ik upload nog wel op YouTube... Maar alleen maar van, ja, dit hebben wij gelivestreamd of dit hebben wij gedaan. Kom gezellig een keertje bij een livestream mee of zo. Tot we interactief gewoon gezellig bezig zijn, weet je wel. Om gezellig kunnen kletsen met elkaar. Want YouTube zelf, ja, het is lastig om de video's te vinden. Video's uploaden, dat is de laatste tijd met een hele hoop bombarie. En ik hoor heel veel mensen klagen over YouTube. Van ja, YouTube is gewoon niet leuk meer om video's voor te maken. Ja. Zonde.
interactiviteit vind ik heel erg leuk. Ik bedoel, ik weet wat ik nou, waar we nou naartoe lopen en hier en noem maar op. Maar het leukste is, ik kan het tegelijkertijd met jullie doen. En ik kan met jullie praten en ik kan jullie gelijk verhalen vertellen. Jullie vertellen gelijk alsof van, wat is dat voor een onzin? Of wat is dat voor leuk? Ligt er aan wat voor een verhaal dat het is. Net zoals dat gezellige vrouwke van de kassa vandaag. Weer een bloepie! Yeah! Maar nee, het voordeel, deze bloepie is gratis. Wacht eens eventjes. Nou, dankjewel voor de cheer sowieso, maar dat is niet de animatie die ik heb ingesteld. Ik ga hem heel eventjes voor je erbij pakken. Ik ga dat even heel snel fixen. Ik ga hem toch heel even voor je pakken. Dit was die we hadden voor de bists. Wow, die andere inderdaad. Ja, we hebben deze gedaan. Die zou moeten spelen. Ik zal hem nog een keertje doen. Waarom dat die het nou niet doet? Ja, nee, daarom. We hebben een test. Dus... Maar, Arjan, enorm bedankt voor cheeren. Echt serieus. Ik wil weten wat je reactie is met. Teleurstellend tot mijn ding het niet doet voor jou. Dat is het. Oh. Nee, enorm bedankt. Ah, jongens. Ik ben nog geen week heb ik het programma gestart, jongens. Ik weet niet hoe. Ik ga dat fixen. Dat komt wel goed. Maak je daar geen zorgen over. Arjan, enorm bedankt voor de cheer. Ik weet niet precies wat het doet of hoe dat werkt. Maar enorm bedankt voor je cheer. En dan ook gelijk 500, zeg. Zo, hé. Thanks. Yeah. En je bent de eerste die gecheerd heeft. Ja, dus nu staat Arjen voor 24 dagen op plek 1. Nou, het probleem hiermee is van... Ja, hoe beschrijf je bits? Nou... Weet je Twitch geld? Ja, ik denk het, zoiets. Ja, dat komt goed. Daar gaan we zeker eens nog wel fixen. In ieder geval, Arjan, ik heb hem voor je even twee keer afgespeeld, want dat was wel belangrijk. En we hadden een alternatief ook voor, dus... Maar die kan ik nou helaas niet afspelen. Maar ik denk ook wel tot ik weet hoe dat we moeten fixen. En ik zit niet op te letten. Too bad. Je moet ik even voorbij opletten trouwens. La la la. La 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 la. Heel boeiend nummer dit. Zeker. Ik hoor er niks van. Ik ben heel geconcentreerd nu. Oef. Ik vind het alleen raar dat de bits in dollar valuta is. Ja, Twitch is een Amerikaanse website, hè? Ja. Maar je kan wel abonneren voor euro's. Dat... Ja. Heel krom. Ja. Oh, ik moet opletten. Oké. Gaat helemaal fout dit. Ik zou even niet opletten. Ja, nee. Arjan die heeft me helemaal van mijn apropos afgebracht. Oh. En dat positief bedoeld. Oh, wacht. Ik heb een manier gevonden om dit makkelijk te onthouden nu. De eerste drie en dan Song of Healing. Oké. Ja. Dit komt wel goed. Denk ik, hoop ik. Zal wel. Damn it! Nou jongens, hier zitten we de rest van de avond vast. Kom op nou!
is ook zo langdradig. Ja. Arjan, die staat er wel mooi bovenaan aan de chat. Ja, dat is ook iets dat zou ik weg kunnen halen, maar... Het is een Twitch ding. Ja. Nou, het spel heeft al medelijden met me. Oh. Nou, kijk hoe simpel dat dit wordt gemaakt nu. Nou, laten we maar 2 knopjes doen. Nee, we gaan nou de andere kant op. Oh. Ben het ook daar nou over gaan struikelen? Ik heb zo'n idee. Oké, ik heb hem. Ik weet het! Ik weet, ik voel me echt erover struikelen. Ik ben echt bang. Oké. Kom op. We got this. Hoi! Ik maakte bijna een fout. Ik had bijna de A omgedraaid. En we krijgen er alleen maar een Deku Tree. We krijgen de kompas van de Deku Tree. En hoezo krijg je dan de Kokiri Emerald randomizer op mijn linker schoenzool? Rage! Ah. Maar Arjan, ik serieus, je bent awesome. Dankjewel. En natuurlijk ook je streamen, dankjewel voor de subscribe. En stomme Deku beesten, wat was jullie naam ook alweer? School Kids. Nummer 1! Je kreeg een 1! En dit keer is het een positieve 1. Het is een positieve 1. Positieve 1! Zo, voice crack. Nou ja. Zo, hé. Je meet het allemaal als flurry te klinken, zeg. Ja, dat kan je natuurlijk ook doen. Oh, ik haal eventjes extra Deku Stick, zodat ik ook eventjes de secret kan unlocken bij... The Lost Woods, want daar zit ook nog een grotto. Dan zit ik te denken, volgens mij zijn er dan alleen nog maar de upgrades van de Deku Shrubs. En daar moeten we roepies voor hebben, dus. Ja. Voor de rest... Met bommen... Ja, we hebben alleen nog een paar grottes, volgens mij dan, toch? Maar de grottes hebben we allemaal al nu. Oh. We hebben de 3 op Hyrule, of Hyrule Field. Ja. We hebben de 2 gedaan met Song of Storms. Dan heb je de grottes nog in Lost Woods. Daar hebben we er nou 1 van gedaan. De andere, die kunnen we niet doen, want daar hebben we 40 roepies voor nodig. Mhm. Heb je die ene al gedaan met die Redead in Kakariko Village? Nee, want daar hebben we ook meer stokjes voor nodig. En een Redead, daar heb je minimaal 2 tot 4 stokjes voor nodig. Ah, oké. Okay. Dus misschien als we inderdaad wat meer roepies hebben, dan zou het kunnen, maar... Ja, oké. Okay. Trouwens, heel grappig, daar zit niks. Ja, er zit een blue roepie achter, dus schiet niet op. En dit is degene, daar moet je 40 roepies betalen voor een shopkeeper. Dus die schiet ook niet op. En deze hier, die kunnen we alvast verslaan. Maar dat kost alvast 1 stokkie. Geef roepies. Nee, natuurlijk niet. Dan zit er hier eentje in het midden, zit er 1. En dan moeten we dus 2 van die wolfo's verslaan. Maar daar hebben we de stokjes wel voor, dus. En dadelijk krijgen we hier 200 roepies uit of zo. Dan kunnen we stokjes genoeg halen. Of de Deku-stuk upgrade. Of de Kokiri-soort. Of de bombag. Allemaal groenjes. Ja, kun je Rida niet verslaan met bommen? Bommetjes. Nee. Oh. Zo, wat krijgen we hiervoor? Een bloopie.
Donald Duck. Zat op de kruk. S'morgens vroeg om 7:15. Want zijn batterij had het weer eens begrepen. Donaldje Duck zat op de kruk. Heel veel liefde! Liefde! Jeet streamer, even nog, vind ik wel even belangrijk, want dan wil ik dus aan jou. Jij zit ook bij ons op de Discord, je weet welke emoticons dat we daar hebben. Welke emoticon vanuit daar moet ik ook op Twitch neerzetten, op de stream? Laat dat heel eventjes snel weten. Ja. Dat lijkt me wel even fijn om te weten dan. Gewoon de command neerzetten, dan weet ik precies welke emoticon dat je bedoelt. Dan zorg ik ervoor dat die ook hier in de Twitch komt. Het liefste zou ik zeggen, doe een Eevee humeur. Want ja, we hebben er nou eentje, dan is het leuk als je er dan natuurlijk twee van hebt. Maar heb je zelf een andere keuze, laat het zeker weten en dan gaan we die er zeker in gooien. Oh god, zou ik even moeten kijken. Neem gerust een stukje tijd. Laat het gewoon heel eventjes weten. Want ik vind dat jij recht hebt om de keuze te maken daarover. Want hey, dankzij jou is het mogelijk. Ja. Desnoods zet je de bepaalde smiley of de bepaalde emoticon in Discord. Dan weet je ook gelijk wat je bedoelt. Ja, dat kan ook. Moet ik eigenlijk heel eventjes wel naar Discord kijken. Dus Nou ja, als hij er eentje nu heeft neergezet, kan ik zo wel even kijken. Oh ja, nee, dat is ook goed. Yes. Ik moet er toch even wachten tot het dag is. Alleen zit ik heel eventjes te denken, want ja, die twee Deku Shrub gasten, die wil ik toch gedaan hebben, want dan weet ik zeker dat ik niks vergeet. Dat ik weet van, oh, die hebben we nou ook gedaan. Ja, dus je moet even rubies gaan farmen. Ja, dat is hier gewoon even op de brug, dat heb je zo gedaan, dus Ja, zeker. Want we hebben namelijk ook nog niks tot we meer Skulltula's kunnen verslaan. Ja, we zouden kunnen zeggen van we gaan voor de eerste 10 Skulltula's. Maar dat op het moment dat je op start drukt zie je al van hey, we hebben nog 8 Skulltula's. Dus dan weet je dat je die reward nog niet hebt gehad. Ja. Dus, maar weet je er nog 2 te zitten dan? Ik weet er nog 1 te zitten achter de gesloten muur. En we zouden er eentje met een bol kunnen doen, maar er zit er ook eentje nog na bij de Deku Tree. Die zit op de Deku Tree. Die heb ik de vorige keer proberen te vinden, maar die kon ik niet vinden op de Deku Tree. Aan de linkerkant zit hij. Oh. Ja, maar daar moeten we ook weer sticks voor hebben, dus. Ja, ja, ja. Die zombie of skeleton. Ja, het makkelijkste is om gewoon hier te staan. Die andere die staat echt zo van. Je kunt het! Geef niet op! Die stond rechts op mij van, geef niet op, je kunt het! Zoiets? Zo. Zo, dat zijn de eerste 40 al. Cheap, ik weet het, maar jongens, het is Key Sanity. Ja, het is niet Ruby Sanity. Nou, nee, maar Key Sanity bedoel ik van, op het moment dat je dus gewoon alleen de dungeons hebt hoe heet dat? Tot dus de sleutels gewoon in de dungeons nog te vinden zijn. Dan heb ik zoiets van, ga niet voor rupees lopen farmen op de cheese manier. Maar aangezien dat je zo vaak waarschijnlijk back and forth moet lopen. Kaas even een paar rupees, joh. Wat maakt het uit? Ja. Ja, dan moeten we weer terug naar de Lost Woods. Ja. Dat bedoel ik, hè, back and forth. Ja, eentje kost het zelfs een bom om te komen. Maar ik zit heel eventjes na te denken van, hebben we dan echt niks gemist qua pieces of hearts? Maar volgens mij niet. Volgens mij hebben we echt alles netjes gedaan wat we als Youngling kunnen doen. We hebben de muziek die al in London Range gepakt? Ja. Dat was, wat was het ook alweer? Volgens mij was het de sleutel of Nee, het was wel iets. Oké. Ik heb het echt helemaal gemist dan. Ja, die hebben we wel gepakt, want daar hebben we ook de Golden Skulltula's gelijk gepakt. Ja, dat ik geloof je, maar mijn Discord wil niet connecten. Oh. Nou, doe er even rustig aan en dan horen we het antwoord vanzelf. Ja, en anders kun je me altijd nog een berichtje sturen via Twitch. Of gewoon Discord.
Ja, nou, mocht ze Discord niet connecten, dan kan hij nog altijd via Twitch. Dan kun je ook zo'n berichtje sturen. Dan is Twitch inderdaad wel makkelijker. Dat wordt wel heel lastig, denk ik, maar het zou wel leuk zijn. Al zou het wel gaaf zijn als ze in de randomizer zich normale roepjes uit zouden schakelen en alleen via kistjes verzamelen. Ja, maar dan heb je het probleem dat je heel snel miskopen en alles kunt doen. Of dat je namelijk vast komt te zitten omdat je een item moet kopen om verder te gaan met de progressie. En dat je dus het verkeerde item hebt gekocht waardoor dat je vast komt te zitten. Of dat je je geld allemaal als sticks hebt uitgegeven. Dat zou best wel lastig zijn namelijk. Want na een tijdje zijn die kistjes op en roepies blijven herspannen. Dus er moet wel een soort blijven waardoor dat je toch constant roepies kan blijven pakken. Dan zou ik eerder zeggen van haal de roepie spots vast. Ja, maar het kan wel dat er zo... Dat... Nou, als er, laat ik het zo zeggen, als er nergens roepies te vinden waren... Dan hadden wij nu naar de adultwereld moeten gaan om... En dan maar hopen tot daar ergens inderdaad roepies zitten. Dus er zijn zoveel roepie rewards, maar dat zou dan toch weer in de logica mee moeten genomen. En ja, als jij echt alleen maar Deku Sticks koopt of je koopt de verkeerde items, dan kun je toch vast komen te zitten. Dan zou ik zeggen van zorg je dan wel voor dat je nog ergens roepies kan halen. Zoals bijvoorbeeld de 5 roepie manier met de brug. Dat je dat nog eventueel hebt, maar niet meer van de andere brug, dat je daar makkelijk 40 roepies kan halen. Ja, dat ze die eruit halen. Nou, wat verkoop jij voor 40 roepies? Is het waard? I died a little. Zag je het? En dat terwijl je een hartje kreeg. Ja, die ripte die zo uit mijn borst. Dus wel houdt wel van heel veel liefde vandaag. Volgens mij was het gewoon echt zo van... Oh, 40 roepjes voor een open hartoperatie of zo ben ik veel. I surrender. Hier, ik snij je wel open en ik geef je een hart uit van jezelf. Kijk eens, dit is je hart. Hier heb je hem weer terug. Dan wordt er 40 roepies. Little rough. Sorry. Oh. Die kon ik niet laten. Die was anders. Die moest gewoon. Dit is zo goed geplaatst. Dat was perfecte timing ervoor. Oh, nou, laten we maar eens kijken of deze nog waard is. En we zien wel wat eruit komt. Poink. Ja. Ik kan voor de rest niks bedenken, dus ik vind het inderdaad een heel mooi iets om mee te stoppen. Dus, want dan kan ik toch de eten gaan maken en aan die emoticon even werken. En even kijken of ik dat andere kan fixen. Ja, kijk dat ik dat toch niet heeft opgeslagen. Nou ja, ze zijn in ieder geval zo vriendelijk om elke keer nog iets terug te geven. Oké, nou in ieder geval wat je nog niet gedaan hebt, dus als je dit videootje uploadt of eventjes terugkijkt, wat je nog niet gedaan hebt, is de redeads in Kakariko Village. Die heb je nog niet gedaan. Voor de rest kunnen we echt niks meer bedenken wat je vergeten zou kunnen zijn met de items die je nu hebt. Dus je kunt de redeads nog doen, maar voor de rest... Ja. Is het tijd om naar Adultlink te gaan. Ja. Maar dat bewaar ik voor de volgende livestream. Jongens, enorm bedankt voor de gezelligheid bij deze livestream. Voor de mensen die op de achtergrond gezellig nog mee zitten te luisteren. Ook natuurlijk enorm bedankt dat jullie er gezellig bij waren. Yeetstreamer. Krivy. Een tier. Bedoel je dan de echte huil of degene met een traanoogje? Doen we dadelijk eventjes in de Discord even verder overleggen. In ieder geval, ik denk sowieso bedankt voor de support, Yeetstreamer. Enorm bedankt. Arjan, jij enorm bedankt voor de cheer. Je staat daar mooi boven in de chat voor een lange periode. Tenzij dat er iemand overheen de cheert. Maar het gaat om het idee. Enorm bedankt daarvoor. En ja, Mumee en JB'tje, bedankt voor het modden. En Flareon Games, ook bedankt voor het modden natuurlijk. En tot de volgende livestream. Ja, graag gedaan. Zaterdag en zondag zou er geen
livestream zijn in verband met, dan heb ik een evenement. Dus waarschijnlijk gaat de eerstvolgende livestream een maandag worden. Of misschien dinsdag. Ligt eraan, moet ik heel eventjes kijken. Hou de Discord in de gaten. Daar wordt natuurlijk altijd aangekondigd wanneer en waar en wanneer en waarom en hoezo. En hoezo dan een half wit gesneden. Jongens, tot de volgende livestream. Doei! Doei! Batterij is leeg. Batterij!